Kijkers en luisteraars, een vaart goedenavond. Welkom bij SBS Reports van woensdag 16 september, de binnenlandse berichten. De vereniging van RGD Artsen, VRA, en de directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst, RGD, liggen al geruime tijd met elkaar overhoop. De situatie lijkt steeds erger te worden, daar een oplossing om het geschil tussen partijen op te lossen uitblijft. Komt nu nog bijkijken dat enkele RGD-artsen weigeren om meer patiënten in te schrijven en zelfs mensen wegsturen. De eerste klachten bereikten de dienst na de introductie van de basiszorgverzekering medio vorig jaar en nog steeds komen er klachten binnen. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid ging afgelopen zaterdag tijdens een oriëntatiebezoek in Nikeri in op de vraag hoe hij denkt een oplossing te brengen in dit geschil. Er moet een oplossing komen. Kijk, er zijn partijen hier die worden genoemd. De vereniging van de RGD-artsen, het bestuur van de RGD en de directie. Maar er wordt nooit één partij genoemd, dat zijn de cliënten. Die voor hun zorg naar de RGD-polis gaan. En het is voor de cliënten is het natuurlijk ook heel erg frustrerend dat er heel veel reus is in de organisatie. Dus ik wil de partners die dit moeten oplossen, het bestuur, de directie en de vereniging van RGD-artsen, op het hart drukken dat ze weer met elkaar aan tafel gaan zitten om dit op te lossen, zodat er weer gewoon rust komt met betrekking tot de zorg en dienstverlening van de RGD. Dat de mensen ook weten waar ze aan toe zijn, want die onrust is gewoon niet goed. En ik heb de RGD-directie reeds ontvangen bij mij op kantoor. Ik ben ook bij hun geweest voor een rondleiding. Ik heb kennis gemaakt met staf en personeel. De vaste commissie van Volksgezondheid in de DNA heb ik ook ontvangen. Zij hebben ook dit punt aangehaald, dat dit ook voor hun een punt van zorg is. In principe komt het er eigenlijk op neer dat de partijen gewoon met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. Er zijn wat punten waar ze tot nu toe niet uitkomen met betrekking tot het nieuwe reglement. Over het grootste gedeelte van het reglement is er geen dispuut. Het gaat echt gewoon om de laatste details die uitgewerkt moeten worden. Maar je moet twee willende partijen hebben om dit op te kunnen lossen. Dus ik vraag vanuit deze plek, vraag ik de verschillende actoren om de gesprekken gewoon weer op te starten. Want zolang er niet gesproken wordt, ga je geen oplossing bereiken. Dus dat is wat wij als ministerie van Volksgezondheid willen. We gaan op niemands stoel zitten, dus we gaan niet op de stoel zitten van nog van de directie en nog van de vereniging van RGD-artsen. Zij moeten eruit komen. Wij zijn er van het ministerie om te helpen, wanneer ze eruit zijn, om te kijken naar de zorg, naar de zorgissues. De minister roept partijen op om samen aan de tafel te gaan zitten en zaken uit te praten, zodat er een oplossing uit de bus kan komen. Zolang er niet gesproken wordt, zal er geen oplossing komen, weet de bewindsman. De ingangsdatum van de verhoogde elektriciteit en watertarieven van 15 september is niet gehaald. Er zal een andere datum worden bepaald, deelt minister Gillio Dodson mee aan Star News. Woensdag om 14:00 praat de regering met de Raad van Vakcentrales in Suriname, Rafaxur. De regering komt op een kostprijs van 66 SRD-cent voor een kilowattuur voor stroom. De deskundige van de vakbeweging en bedrijfsleven heeft uitgerekend dat een kilowattuur neerkomt op 43 SRD-cent. In de nacht van 1 september maakte de regering in een persbericht bekend dat per 15 september de stroom- en watertarieven marktconform zouden worden verhoogd. Daarin werd aangekondigd dat de prijs van een kilowattuur 89 cent was. Dit is van de tafel geveegd door het bedrijfsleven. Vernomen wordt dat de schuld van de energiebedrijven Suriname EBS aan de staat ook meegenomen was in deze prijs. Nu is de regering op 66 SRD cent. Hierin zit ook 6 cent extra kosten. De vakbeweging en het bedrijfsleven voeren aan dat de prijs van heavy fuel op dit moment rond de $40 per barrel is.
De regering is bij de calculaties uitgegaan van $64 per barrel. Het bedrijfsleven zegt bereid te zijn de verhoging te betalen op basis van een kostprijs van 43 cent. De vakbeweging en de regering zullen verder over de prijs praten. Ook het samenhangend pakket aan maatregelen zal aan de orde komen. Nu de regering de ingangsdatum heeft uitgesteld, ziet het er naar uit dat de verhoging per 15 oktober zal worden ingevoerd. Minister Dodson zegt dat de verhoging doorgaat, maar over de ingangsdatum zullen mededelingen worden gedaan na het onderhoud met Rafaksuur. De verhoging zal ook gefaseerd plaatsvinden. De politicoloog Hans Breveld zegt zeer content te zijn met wat hij hoort van een paar ministers, namelijk dat het hun ernst is om corruptie te bestrijden. Echter is Breveld van mening dat het niet bij een paar incidentiële gevallen zou moeten blijven. Ook corruptiebestrijding moet een levenshouding zijn waarbij het integraal wordt aangepakt. Dus als op te veel plaatsen in ons land, en dat is, er zijn te veel plaatsen, waar mensen via tjoekoe hun zaken geregeld krijgen en op bepaalde ministeries wordt het aangepakt, op andere niet, dan krijg je weer dat zaak, dat chipoti-mentaliteit. Waarom zij? Dan worden zij bijna als slachtoffer gezien. Maar ik denk dat het een levenshouding moet zijn, waarbij de leiding ook moet excelleren in het geven van het eenvoudige levensstijl. Maar wanneer het een soort zweeftikkie is geweest ook. Wat u zegt, dus de corruptiebestrijding die is begonnen op enkele ministeries, ja. Zou in feite anders aangepakt moeten worden? Nee, niet dat het anders aangepakt. Dus het moet op alle manieren, het moet integraal aangepakt worden. Het kan toch niet op enkele ministeries, terwijl dezelfde mensen die ontslagen worden, merken dat ze bij een ander ministerie om hun zaken te krijgen, een steekpenning moeten betalen in diezelfde regering. Dus ik vind, dit moet een levenshouding worden. Dat wat niet van jou is, daar moet je je vingers vanaf blijven. En dat de mensen moeten leven, zuinig te leven. En dat er niet aan de ene kant er een exhibitionisme is. Hè? Het tentoonstellen van rijkdom. Als je zegt een arm land, waarom moeten sommige mensen zozeer dat exhibitionisme tonen aan de rest van de wereld? En dan krijg je dat mensen zich te vaak onnodig arm of te arm voelen, terwijl ze rijk zijn. En een ander ding is natuurlijk ook dat er materiële en immateriële rijkdom is. En laten mensen ook proberen te werken aan wat Mahatma Gandhi en de Martin Luther Kings ons hebben geleerd van die immateriële rijkdom. Zich scholen, zich bezighouden met belangrijkere zaken in het leven dan alleen maar materie. En ik geloof, het is een totaal pakket wanneer je dit soort zaken als corruptie, et cetera, wil bestrijden. En je bestrijdt het niet door op bepaalde ministeries dat te doen, want het verleden heeft getoond dat mensen zijn ontslagen en als die minister vertrokken is, dat men weer dezelfde personen die ontslagen is, weer in hun positie herstelt. En daar sta je dan buiten als ex-minister en je kan er niets tegen doen. Dus het moet een integraal proces zijn en het is een goede zaak. En dat zou nationale solidariteit zijn. Breveld zegt niet tegen de corruptiebestrijding te zijn, maar vindt dat het een integrale proces moet zijn waarbij alle ministeries onder de loep worden genomen. En dat het niet slechts op twee ministeries wordt aangepakt. Het is gedaan met het zoeken naar goud op het Stuwmeer. Ik kan u de verzekering geven dat het fenomeen Scaliantes op het Stuwmeer definitief ten einde is, deelt Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, mee. De drijvende goudbedrijven zijn dinsdagmiddag in beslag genomen en de eigenaren worden verantwoordelijk gesteld voor de schade aan het milieu. De pontons worden gesleept naar een centrale plek om ontmanteld te worden. Het nieuws is dinsdagavond meegedeeld
op een persconferentie op het ministerie. Daarvoor had Dodson een gesprek met de eigenaren van de Schalians. Bij het gesprek waren ook aanwezig minister Jennifer van Dijk Silos van Justitie en Politie, districtscommissaris van Brokopondo Yvonne Pinas en coördinator van de commissie Ordening Goudsector Gerold Dompig. Op 4 september heeft Dodson persoonlijk de activiteiten van de Schalians stopgezet. Hij heeft ook de brieven overhandigd waarin de eigenaren werden uitgenodigd voor een gesprek. Nog voor het gesprek plaatsgevonden had, werden de activiteiten hervat. Samen met Juspol heeft Dodson de daad bij het woord gevoegd. Bij het niet nakomen van de afspraken zal er hard worden opgetreden. Bij het gesprek zou er met de eigenaren gesproken worden over alternatieve concessies op het land. In plaats daarvan is de eigenaren meegedeeld dat er arrestaties verricht zullen worden, de Schalians per direct in beslag genomen worden en dat ze voor de schade die ze met hun activiteiten hebben berokkend aan de omgeving zullen opdraaien. Dompig is blij met de actie van Dodson. Het is een verschrikkelijk moeilijke taak gebleken om de Schalians te ordenen. Het was steeds een kat-en-muisspel en er speelden allerlei belangen. Ik ben trots dat wij de beleidsondersteuning en de opdracht krijgen om op te treden, deelt Dodson mee. Er zijn 9 Schalians op het Stuwmeer. Dinsdagmiddag zijn 5 gestopt en de rest volgt woensdag. Van sommige Schalians was de bemanning al op de vlucht geslagen. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.